We hadden die verschrikkelijke nederlaag tegen PSV geleden met 10-0. Ja, die dagen daarna weet je natuurlijk bijna niet waar je het zoeken moet, maar je moet je wel herpakken. 3 dagen daarna stond VVV op het programma. En toen wist ik al dat we de dag daarna met de vrienden van Feyenoord de aandelentransactie naar buiten zouden kunnen brengen. Maar je bent zo ongelooflijk benieuwd hoe het legioen na zo'n 10-0 reageert. En ik kreeg echt kippenvel bij de opkomst van de spelers al, hoe ze daar achter stonden. Ja, dat is zo uniek in Nederland. En toen die 2-0 en die 3-0 viel en je zag hoe het stadion daarop reageerde en toen de wedstrijd afgelopen was. Ja, dat zijn momenten die je zo nog kunt terughalen, die zijn echt adembenemend. Ze zijn heel nadrukkelijk aanwezig, ook in de zin dat een deel natuurlijk best heel erg kritisch de club kan volgen. En dat is helemaal geen enkel probleem, binnen grenzen natuurlijk, maar daarmee helpen ze de club ook vooruit. Wat mij opvalt is dat deze supporters juist ook bij achterstanden, waar in andere stadions dan de fluitconcerten komen. Maar als hier gewerkt wordt en het zit tegen, dan blijven de supporters er ook in alle gevallen achter staan. Ik ken geen club in Nederland, en we komen toch overal waarin supporters juist ook in tegenspoed zo onvoorstelbaar achter de ploeg blijven staan. En als het element 12e man ergens van toepassing is, dan is het wel op de supporters in dit stadion.